Yo, wij zijn Bonkers! Ik vervangen voor Jesper, we hebben deze keer meegenomen Quinty! Ja! Van 24 uur overleven in Middelburg! Ja! Ik vertel, wat een... Yes. Deze vind ik echt mooi. Deze is wel mooi. Kan je echt dat even opruimen, Quinty? Dan... Ja. Absoluut niet. En de mannen samen met gast Quinty neergestreken in de Zeeuwse hoofdstad Middelburg. De stad van onder andere Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn. Voetbalinside rockster Danny Vera en oud-tv-presentatrice Nelleke van der Krocht. Nelleke wie? De vrouw die jarenlang opsporing verzocht en tussen kunst en kitsch presenteerde. In feite, als je dit doet... Oh god, handvat. dat komt goed uit, want dit handvat... Oh, dat wou je laten zien even, dat, apart. Dat wou ik even laten zien, apart. Ik hoop dat meneer niet schrikt. En door. Gaat het dit trio lukken om alles gratis voor elkaar te krijgen... of gaan ze het lastig krijgen in het pittoreske Zeeuwse plaatsje? Je ziet het in de komende 24 uur overleven zonder geld in Middelburg. Goed, Middelburg. Lekker, hè? Ja. Oei, oei, oei. Maar dat weten we nog niet. Dat weten we nog niet. Waarom? Nee. Nou, wat dacht je hiervan? Ik zag het daar net staan, hier zo. Hier. Het is toch mijn roots, hè, dit. Ik heb helemaal geen familie in Zeeland wonen, maar Zeeuw. Ik heb Zeeuw. Ja. Ik hoop dat ze hier gewoon echt gewoon heel erg chill zijn. Ik hoop het ook. Maar, wat gaan wij doen vandaag? Wat gaan we 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 doen? Nou, in ieder geval even een kapper voor jou zoeken. Want ik weet niet hoe lang je dit nog vol wil houden. Nou, ik weet het niet. Kom, kun je me gaan? Ja, let's go! Waarheen? Ik heb geen idee, maar in ieder geval weg van Martijn. Je moet er even bij de Middelburg pakken. Nou, ik heb wel zin in de Middelburger. Ik hou nu al van de woordgrappen die er worden gemaakt. Yes. Ik zie een viswinkel. En dus mijn vraag aan jullie eigenlijk, hoe zit het met jullie vissmaak? Ja, ik ben niet zo heel gek op vis, maar ik kan wel heel erg lekker... Kijk, het staat achter jullie. Wat dan? Warme kibbeling. Ja, are you kibbeling me? Dat is nog lekker gezond ook. Nou, dat kan ik wel gebruiken. Ik maar... echt lekker. Wie gaat het even fixen? Ja, Quinn. Wie gaat het even fixen? Moet ik het fixen? Hé, hey, maar eventjes even tussendoor. Wie van jullie houdt van rauwe vis? Ik niet. Nee, ik moet dat niet. Jullie houden dus niet van haring? Nee. Ik ook niet. Maar ik eet dat ook niet. Zullen we een steepje schuiven omdat één iemand van ons ook één haring moet dat vind proberen? Ik ja? Gaan we doen, hè? Oké, okay, kom maar, Quinn. Ik weet het ook niet. Ja. Steen, papier, schaar! Nee! Goddamme, zeg. Ik ga nooit meer dit soort dingen offeren. Ik denk dat ze een beetje leuk, weet je wel, voor de video. Maar ja, is ook leuk! Quinn, wat gaan wij nu weg aan de kibbeling? Jazeker! Wat ga jij even halen? Kijk, als we een nee krijgen, heb je mazzel. Dat wel zo. Ik ken maar we gaan zo lang mogelijk ergens zoeken. Totdat jij die haring hebt. Oh, wat vind ik het fijn. Fuck my life. We zijn van het YouTube-kanaal Bonkers. Ik ga mij voorstellen, ik ben Quinty, dat is Martijn, dat is Noah. En wij moeten 24 uur zien te overleven in een stad zonder geld. En nou zijn we net aangekomen en we dachten, wat is nou meer Zeeland of Zeeuws dan een lekker kibbelingetje en een haringje. Maar we hebben dus geen geld. Zouden we die van jullie mogen hebben? Een paar stukjes kan wel. Een paar stukjes kibbeling, ja? Oh, wat! Oh, de kibbeling heb je. En de haring? Ik terugkijken. Jazeker. Ja, zeker. Op het YouTube-kanaal Bonkers. En de haring, zou je het bedrijf promoten dan? Nou, Roep, wat is je bedrijf? Wat wil je zeggen? Zeg het maar. Je beste maatje. Beste maatje. Deze camera. Oh. Hallo. Ja. Dit is beste maatje. Je ziet hier staan. We hebben van alles te kopen, allemaal vis. Oh. In 2014 hadden we de beste haring van Zeeland. Dus je bent hier op een goede adres. Ik wel lang verhaal. Welkom bij RTL 4 op zaterdagmiddag. Ja! Hi! Ik heb helaas geen haring in. Yes! Heb je iets anders dan heb je anders een oude vis? Nee, alleen haring, jongens. Iets wat rauw is. Nee, we hebben om haring gedaan, jongens. Noah Seel. Hey, hallo. Noah wie, Seel? Wie is hier? Ga dat niet zo flink doen. Wie heeft dit spel? Je had het over rauwe haring. Ja, rauwe haring. Of een rauwe vis. Nee, rauwe haring. Nee. Nou, Quinn, wij gaan sowieso op zoek de hele 24 uur naar... Dit wordt mijn missie. ...naar haring. Jullie missie om jij mijn gaat die rauwe haring. Vis eten. Weet je, dan halen we ook haring. Slagroom. Nee.
lag er al een haring en dan die terugblik, hè? Ja, ja, ja. Wat? Huh? Die terugblik, zorg voor de haring. Waar heb je het over? Ik ken die video niet, maar ik met Jesper heb gemaakt. Jawel, maar wat is er met wat terugblik? Hier heb je je blik terug. Ja, mag ik mijn blik even terug, alsjeblieft? Ja, maar wat wil je nu dan? Niks. 3, 2, 1, ja! Hier heb ik zo geen zin in. Ik ben de vis van je moeder. Diepgaand, hè? Oh, die terugblik! Oh, kijk nou. Lekker, hé, dankjewel. Which is why I am so serious in love. Not finally I ever arrive. That's all it's for. Wat gaan we vandaag doen? De komende 24 uur in Middelburg. Heel heet. Heel heet. Ik weet het niet. Wat heb je gevoel nu? Ik wil wel iets leuks doen. Oké, want eigenlijk. Nee, want ik vind het hier fantastisch. Het is een fijne stad. Nee, maar iets leuks. Dus een activiteit. Oké. Maar. FIFA 17 of zo. Ja, precies. Ja. Maar wat is er te doen, weet je wel? We hebben geen tv, dus dan moeten we echt iets. I don't know. Dat klopt, Noah. Jij weet inderdaad niet veel. Nou, Middelburg is best een gezellige stad. Met een markt, winkels en een draaimolen. Komt ie? And you feel like love tonight. Bang, 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 bang. Gang, gang. Hoe? Gang, gang. Heb ik van mijn broertje geleerd? Nice. Is dat cool? Is dat cool? Ja, dat zegt mijn broertje van wel, oké? Laat me. Oké, er is dus een markt in Middelburg, dat wist ik ook niet. Maar dat hebben we ons laten vertellen. Maar waar? Ik ga het vragen. Mevrouw, ik zoek de markt. Wij zoeken de markt. Moeten we die kant verder doorlopen? Ging goed. Er is nog een klein stukje van. Oké, ik heb gehoord dat we iets moeten halen, iets met stroopwafels. Is dat lekker? Heerlijk. Ja? Heb je dat nog nooit zo? Oh nee. Heb ik wat gemist in mijn leven? Ja. Goeiedag. Heren. We komen gelijk met de deur in huis vallen. Mijn naam is Noah. Martijn. En Squinty, en we zijn van het YouTube-kanaal Ponkers. En we zijn op dit moment 24 uur aan het overleven in Middelburg zonder geld. Het eerste wat we tegenkwamen was zo'n puntzak. Met een dame die op de foto wilde. En we vroeg ons af, wat heb je daar? En die zei, dit is goud. Dit moet je uitproberen. We gaan voor goud! We gaan voor goud! We gaan met z'n allen voor goud! We breken de tent af. Nee, dat is niet waar. Zouden wij misschien allemaal een zo'n zakje mogen? Zouden we allemaal een zakje zonder stroomgeven? Top, dankjewel. Hey. Laat eens zien dan. Ik wil dit niet koud laten worden, maar moet je kijken joh. Oh, dit is... Dit hè. Dit is gewoon wafel in stroop. Dit is gewoon... Ofwel... Stroopwafel. Of wafelstroop. Nee, wafel in stroop. Ja. Stroop in wafel. Oh. Nee, dat is een stroopwafel. Ja, oké, maar dan is het toch... Dus wafel in stroop. In stroop, ja. Ja. Dus wafel in stroop. Oké. Ja, wel lekker zo'n wafel in stroop, maar een hamburgertje zou ook niet verkeerd zijn. Wij zijn hier voor ons YouTube-kanaal Ponkers. En Quinty is bij ons de gast vandaag. Voor 24 uur aan het overleven in Middelburg zonder geld. Kan je misschien ons een broodje missen? Ja hoor. Ja? Eén hamburger te kant halen. Zo. Eentje? Oh. Eentje. En drie, zou dat ook mogelijk zijn? Ja, we zijn tenslotte met z'n drieën. Ja. Ik zie er twee.
Ja, ja, ik zie het niet zo. Slaapplek vind je? Dus bij mij mag slapen. Nee? Jawel, hè? Ik woon niet hier. Ik woon in Vlissingen. Ah, gecommuleerd. Gecommuleerd. Het is helemaal het einde van de wereld. Vorige week nog burgers zo. En nu zomaar drie burgers. Ik zeg, eet smakelijk, jongens. Ah, jongens, die wind. Ik vind het verschrikkelijk. Kassa. Dat past niet. Oh, wat een lekker zeg. Hey, jongens, ik heb heel erg dorst. Ik ook. Zullen we iets gaan drinken? Gaan we dat tot daar doen? Vriendschap. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Martijn, dat is Noah, dit is Quinty. En wij zijn voor het YouTube kanaal Ponkers zijn we 24 uur aan het overleven in Middelburg. Ja. Het enige probleem, dat is juist het leuke van wat we doen. We hebben geen geld bij ons. Mm-hmm. Zouden we van jullie misschien een lekker biertje en bier ook? Ja, zeker. Drie biertjes mogen hebben? Dat mag. Ja? Dat mag, hoor. Dat mag al. Top. En wat voor biertje? Hey. Gewoon een tapbiertje? Ja, lekker. Lekker. Heerlijk. Het eerste 24 uur biertje is ook een feit. Allemaal wel leuk en aardig dat gevreet en gezuip. Maar moeten jullie niet gewoon een activiteit of zo gaan doen? Iemand een idee? Ik heb net gezien dat je hier in de buurt kan karten. En waar komt dit met onwijs veel zin in? Karten? Juist hem. Nog een karten? Nou, we moeten er alleen nog wel zien te komen, dus we gaan even een lift fixen. Oké. Okay. Ja. Waar gaan we dat doen? Waar auto's rijden? Rijden jullie auto's? Nee. 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 Dus fixen. We gaan er weg. Heel praktisch nagedacht. Wij zeggen thuis ook, heb je het nodig? Nee. Oké. Okay. Weg mee. Thuis? Dus, ja, lang verhaal dit. Ga door. Kom. Waarom heeft hij het nou weer over? Nou, hij moet het over zichzelf. Jongens, kom. Zo egocentrisch, hè? Zo op zichzelf. Nou ja. Hij gaat er alweer vandoor, zonder dat wij klaar zijn, weet je wel. Op zichzelf. Dat ik denk, we werken toch als een team, maar zo jammer, zo jammer. Hallo, mag ik je wat vragen? Wij zijn van het YouTube kanaal Ponkers en wij moeten naar de kartbaan. Zegt u niks? Oh, oké. Okay. Oké, okay, nee, dan probeer het bij iemand anders. Okay. Doei. Ben je al gefilmd? Ja. Nee, jawel. Nou, omdat we voor ons YouTube kanaal 24 uur aan het overleven zijn in Middelburg. En we zoeken een lift. Dat we een lift zoeken. Oh, nou, doei. Niet. Help. Ja, met je hand in de lucht, kom op, wat zou je doen als er nooit meer een morgen zou zijn? We zijn onze lift naar de kartingbaan. Maar dan opeens stopt er toch iemand die Quinty en de boys naar de kartbaan wil brengen. Zo, ik zit. Hoppatee. Maar hoe is Middelburg als stad, vind jij, van leuke dingen te doen? Ja, ik vind het heerlijk. Het is wel iets rustiger dan Amsterdam ofzo. Ja. Klein beetje maar, toch? Klein beetje maar, ja. Ja. S'avonds is er geen flikker te beleven. Oké, de lift is geregeld, jongens. Nu is het moment daar. Ja. Mogen we hier karten? Karten? Anders moeten we dat hele pokkenend voor je dan lul weer terug, hè, naar het centrum. Want we staan echt in the middle of fucking nowhere. Ja, ik zie in ieder geval genoeg auto's die ons even... In de middel? In de Middelburg of fucking nowhere staan? Oké. Okay. Dit, hè. Nou, dit is geen goede binnenkomen, hè? Nee, oké. Okay. Als ze dit zien, dan heb je gelijk een gelijk probleem. Ik zal mezelf voorstellen. Mijn naam is Noah, is Quinty, is Martijn. En we zijn van het YouTube-kanaal Ponkers. En we zijn voor 24 uur aan het overleven zonder geld in Middelburg. Wat zijn de mogelijkheden? Ik zou je eigenlijk doorverwijzen naar de heren eigenaren. Dat zijn wij niet, want dat ben ik niet. Nee. Die zijn niet aanwezig. Nee. Je kan gewoon zo te drinken krijgen. Kijk, dat is een start. Zodat we kunnen wachten op de volgende lift. Ja. Om terug te gaan naar de binnenstad weer. Hey, maar misschien dat die mensen voor ons een rondje willen betalen. Dat kan natuurlijk ook.
Dat kunnen we wel doen. Ja, dat we gewoon een rondje mogen. Hebben deze mannen al gereden of niet? Die gaan straks de baan. Dus ik ga ze proberen. Laten we dat gewoon proberen. Ja, gaan we dat doen. Dankjewel. Heren. Ik zal mezelf even voorstellen, mijn naam is Noah, dat is Martijn, dat is Quinty. We zijn van het YouTube-kanaal Bonkers. We zijn voor 24 uur in Middelburg aan het overleven zonder geld. Dus wij kregen een lift hier naartoe, ook prima. En toen kwamen we hier bij de balie met de vraag of we even mochten karten. Maar we hebben dus geen geld. Ze zeiden, dat gaat helaas niet door. Maar toen kwamen we op het geniale idee om misschien aan één van jullie te vragen of we mogelijk nog één ritje mogen doen. Dat jullie daarna weer kunnen. Eén van ons. Dus één van ons. Ja, eentje kan. Ja? Ja. Dus dan mag één van ons mag dan één ritje eventjes rijden? Dat doen we mee na. Ja? Ja. Boom, te gek! We gaan karten! Zijn we toch niet voor niks gekomen? Ja, het was een beetje leuk geweest. Lekker. Steenpapierschaar voor degene die mag gaan karten. Yes. Steenpapierschaar. Oh. Ik heb gewonnen, jongens. Zo heb je een winnaar en zo heb je een verliezer. Boom. Die haring ga je nog wel krijgen. Ja, sowieso. Nou, ik mag dus een lekker rondje rijden. Dat is superleuk. Maar ik krijg eerst nog wat instructies. Wie gaat de eerste worden van ons? Niet allemaal tegelijkertijd. Arno. Voor wie moeten we uit voor Arno opletten? Hij gaat nu een beetje bescheiden doen natuurlijk. Een beetje zichzelf indekken. Botsen is verboden. Ga dan alsjeblieft niet botsen, want het materiaal waar jullie mee rijden is best duur. Oké. Hebben we dat begrepen, heren? Ja. Niet botsen, hè? Anders zwaai ik er wat. Eerst dacht ik dat ik één rondje zou meedoen. Ik doe nu de hele heat mee. Ja, Huub betaalt, Huub betaalt. Bedankt hè, Huub. Je krijgt iets voor elkaar. Ja, ik snap dat dus niet. Weet je, doen we steen op je schaar dat je één rondje mag rijden. Dan mag je gewoon een hele fucking heat mee doen. De vraag is nu, kan ik beter rijden dan jij, Martijn? Ik ga ook winnen. Nou kijk, ik weet wel zeker van niet. Zelfs zonder dat hij het nu heeft bewezen. Ja? Nee, je ging best goed, moet je mee. Ik zag dat ik de vierde snelste tijd had, toch? Sure, yeah. Ik ga deze trouwens weggeven. Als jullie het weten, zit mijn zweet op. Niet dat ik veel zweet heb, maar... Jij denkt dat er mensen zijn die jouw zweet nou, willen? Er waren ook mensen die souvenirs uit Praag wilden hebben. Vrij hoge arrogantie nodig, joh. Mijn zweet zit erop, dus mijn zweet zit erop, dus iedereen wil dat. Haha, ik ben Noah. Ik denk dat niemand dat zou willen. Ik niet. Ik ook niet. Nou, zij krijgen jullie het in ieder geval niet. Yes. Nou, ik hoef hem trouwens ook niet hoor. Ik ben heel benieuwd of er anderen zijn die dat wel zouden willen, maar goed. Het is tijd voor een lift naar het centrum en dat betekent naar de weg lopen. Zo'n 3 kilometer. Succes! Ja, wat is dit nou? Maar jongens, mocht er geen slaapplek kunnen vinden vanavond, is dit een geschikte locatie? Denk het wel. Van de Biemenbrug hoor. Niet zo dramatisch jongens. Tuurlijk is er vast wel iemand in Middelburg die dat niet laat gebeuren. Of toch niet? Niet? Nee? Domme. Oh jongens, we're gonna die in Middelburg. Ja? Ja? Moet ik even daar stoppen? Yes. Wat voor? Op het moment dat we dachten dat het niet meer lukte. Fix the chicken. Ja, op het moment dat je dacht dat je hier zou doodgaan op een rotonde in Middelburg. Wil het nou weer? We worden gered. Dat is lukken. Kijk uit dat je niet meer weg gaat, Quinn. En binnen 5 minuten weer in het centrum. Maar de rit was nou niet bepaald verantwoord, om het maar zacht uit te drukken. Maar oké, die waren toch maximaal 16? Ja, die had nog geen rijbewijs. Dat denk ik ook niet, nee.
Nee. En de verkeerde straat inrijden waar het verboden was. Oh mijn god. Klasse. Je mag hier volgens mij niet inrijden. Nee, nee, ook niet. Nee, maar ook hier niet. Daar mag je niet. Oh, ja, oh joh, maakt het uit, maar we zijn er. We're in the city. What up? Kijk hoe gezellig. Het is gezellig in Middelburg, toch? Drie keer. Nou, dat is overtuigend. Martijn, jij zegt net wat. Ja, we willen dus bij mensen thuis gaan aanbellen. Ik heb nu heel erg de verleiding. Hier staan allemaal restaurantjes, cafeetjes, weet ik veel. Er staat zelfs hotel, brasserie, dat we daar ook nog slaapplek zouden kunnen gaan fixen. Maar ik vind het gewoon echt heel erg leuk om gewoon even bij iemand thuis te doen. Wat jij? Ja. Ik denk ook dat bij mensen thuis We zijn gewoon verwend geworden. Dat is ja. Maar ik wil dat dus gewoon nu even niet. Dus we gaan nu gewoon even mensen thuis. En het gaat nu heel hard bij, dus waarschijnlijk hoor je niks meer. Ja, het klinkt allemaal heel mooi, Martijn. Maar in de praktijk valt het toch vies tegen. Hi. Hoi. Hoi, goedenavond. Wist ik eerst een hoofdje? Ze zijn van de postcode aan het rijden. Ja. Dat wil ik altijd ook even willen zeggen. Nee, ik ben aan mijn telefoon, sorry. Oh, oké. Ja? Dan gaan we even bij de volgende proberen. Is goed. Voor die Tom. Ja. Hey, doei. Bam. Maak jij hem even schoon. Ja, zo. Regen, wat gek. Ja, jongens, doe even iets emotioneel. Kom op naar de volgende deur. Het wordt ineens ook even gewoon even kut. Dat is lekker en nu is er gewoon niemand. We kunnen nergens eten, dus. Maar zo zie je me, we proberen het bij de mensen thuis. Ja, dat is het, hè. Maar hey, dan hebben jullie eindelijk een keer een challenge. Dit is echt heel. Dit is echt hoofdletter KU. Ah, en ik heb ook geen capuchon. Kom maar, joh. Waar zit de bel? Oh, er ligt echt tyfus hard. Hallo. Goedenavond, hi. Mogen we misschien binnenkomen, want het regent echt heel hard. Oh. Nee, dat mag niet zomaar. Dus we moeten eerst even introduceren. Ja. Mogen we ons introduceren niet? Nee, doe maar niet. Oké. Oké, dan niet. Ja. Dag. Je zegt toch niet? Mag ik naar binnen, want het regent? Hoezo? Ik vraag het. Ja, maar even serieus, kijk hoe erg het regent. Noah. Nee, stil is. Fuck jullie, doei. Maar uiteindelijk is daar toch de redder in nood. Bij het schuilen voor de knijterharde regen worden Quinty en de mannen binnen uitgenodigd. Waar we eigenlijk op zoek naar waren, zijn we nu gevraagd om te schuilen. Maar eigenlijk zochten we eigenlijk om ergens wat te gaan eten. Ik weet niet, heeft u iemand nog iets te eten wat misschien... Brood heb ik. Jij hebt brood? Zullen we een broodje eten? Natuurlijk, waarom niet? Ik vind het heerlijk. Ja? Graag. Zo. Hey, ja, pak hem met hem. En het is gone. Ja, kijk. Ik ga nou van die broodje doorhalen. Nou, Noah gaat zo'n... ja, kijk. Wat is dat nou voor techniek? Je wou toch voor je hoofd? Moet je er geen gat in maken? Zo, maar ik moet toch... Als ik hem over mijn hoofd heen doe, dan kom... Hè? Dan moet toch even over mijn hoofd? Ja, oké. Okay. Kijk. Zo dan. Oh, Quinn. Het is messed up. Dit is echt... Echt messed up. Nou, dit is dus iets wat ik dus niet leuk vind aan deze 24 uur overleven van mijn geld. Dat ik gewoon zeik en zeik nat ben. Jij, Quinn. Nou, vond ik eigenlijk het allerleukst. Oh, jij ziet er wel mooist uit, vind ik. Ja. Ik? Ja. Thanks. Doe mijn best. Like it. Nou. Zoek naar een hotel. En dat hotel is snel gevonden, gelukkig. Maar zijn ze zo gek om jullie gratis te laten overnachten? Wat je de volgende keer ziet in 24 uur overleven zonder geld in Middelburg. Maar ik mag ook niet zonder manager beslissen en die is vanavond niet aanwezig. Nee! Ja. Nee! Are you fucking kidding me?